The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Ik merk ook wel dat ik een beetje van hot naar haar ga. In de zin van een beetje alles door elkaar heen, weet je. Dan begin ik in Eindhoven en dan spring ik in één keer naar Den Haag. Maar er is zoveel gebeurd, besef ik net. En ik heb best wel een hele turbulente periode achter de rug, weet je. Van heen en weer. Van Den Haag naar Eindhoven, dan weer terug naar Zoetermeer, dan weer terug. Maar dat maakt niet uit. Dan moet je maar gewoon opletten. Waar we zijn. Of tenminste, de verhaallijn en zo. Maar daarnet met die overdoses, weet je. Dan wil ik zeg maar doorgaan naar Indonesië. Maar voordat ik dat doe, ga ik toch nog een stukje delen van Den Haag. Want ik begon eigenlijk al eerder met Pirreman. Toen was ik al 12, 13. De eerste keer was dat ik dat gekocht van iemand op school. En dat was ook in die gabberperiode en zo, weet je. Dus hun kwamen meestal heel snel aan die rotzooi en zo. En dat was gewoon vrijdag was het gewoon losgaan al. Dat was dan een soort van soos, weet je. Dat was in Den Haag, was nog voor Eindhoven. En op een gegeven moment gingen we ook aan de kletsers gewoon daar zo. Toen had je voor 10 gulden kon je bij de... wat was dat toen? Er was nog geen Appie, maar er was een andere supermarkt. Hoe heette die nou? Ja, ben ik kwijt, man. Dan had je nog 3S blikjes vroeger en zo. Maar in ieder geval, dan had je een tientje en dan kon je je eigen lam zuipen met afrikoorn of pina colada. En dat kreeg je ook gewoon mee, weet je. Als 12-jarige. En we waren al vroeg aan het junken eigenlijk, man, om het zo maar te zeggen. Weet je, blowen, zuipen, ecstasy erbij. Gewoon van de wereld, even alles vergeten, je denken stopzetten. En gewoon even rust. Tenminste, dat dacht je dan, weet je. Nou, op een gegeven moment werd het wat sterker, gingen we aan de wodka of... het was meer altijd van dat soort van liqueur, is dat boswandeling liqueur? Maar in ieder geval van die hype drankjes, weet je. Boswandeling was ook heel erg sterk, maar dat dronken we gewoon puur, weet je. Hadden we gewoon schijt aan, man. Of Hennessy, of weet je, dat soort dingen. Nou, toen kwam ik helemaal high. Kom ik daar aan de deur bij de soos. Ja, je hebt gebruik, je mag er niet in, weet je. Maar dat weet ik nog, man, van toen. Ja, joh. Dus ik was daar eigenlijk al heel vroeg mee bezig al, weet je. En er was ook iemand in de groep. Wij hadden op een gegeven moment zo'n groep. En even kijken. Er kwamen zeg mijn neefje kwam vroeger van Suriname. Was eigenlijk een neefje van de buurman. Weet je. En die zat dan bij mij ook in groep 8 of 7 of zo. Maar die ging later ook. Of hij ging eerst naar een andere school dichtbij zijn huis. Later kwam die naar de Sint Paulus. Maar daar heb ik ook natuurlijk een beetje mee opgetrokken. Want volgens mij is dat zijn oom. Of
Ja, in ieder geval familie van zijn vaders kant. Dat is dan mijn stiefvader geworden. En hij kwam een keer bij de buren. En, ja, we hadden wel altijd contact daarmee. En toen ja, sprong zeg maar die vlam over, weet je, met hem en mijn moeder. Maar goed, hij woonde daar op het Notenplein. Die mattie slash neefje. En daar kwamen wij altijd, man. Dat was het pleintje, weet je. Daar was het. De homebase, de sensatie. En die, ja, daar vormde een, zeg maar, soort van een groep. En op een gegeven moment kwamen daar Crips wonen. Van het Koningsplein. KC Crips. En dat was volgens mij de leider of zo en zijn broer Bass en Angelo. En ja, het was daar altijd heel druk, heel het pleintje stond altijd blauw en die gasten kwamen daar ook allemaal zo. Weet je, dus daar gingen wij een beetje mee. Daar keken wij tegenop, laten we het daarop houden. En ja, toen kregen wij, of iemand vroeg dat, weet je, mogen wij die naam gebruiken, weet je, Crips. Dan hadden we een soort van set. Nou, en dat kregen we toestemming. En ja, dan moesten we een naam verzinnen, want je had dan Westside, weet je, dit en dat. Dan waren wij, toen zei Bees van, nou, wij zitten hier in het noorden volgens mij. Dus dan heten jullie Northside Crips, NSC. Nou, en zo werd NSC gevormd. En we waren echt met grote klik, jongen, best wel. Ik denk toch wel zo'n, ja, meer zo'n 15 man of zo. Nou, of misschien wel meer, ik weet het niet, man. Maar in ieder geval, weet je, het was altijd gezellig, man. We hadden op een gegeven moment een naam, weet je. En we liepen met blauwe doekjes. Nou, heel de klerenkast die was allemaal blauw. Iedereen liep in het blauw. Dat was wel leuk. En op een gegeven moment brachten we dat ook allemaal naar school en zo, weet je. En daar zaten nog wel een paar Crips op. Echte Crips en zo. En dat weet ik nog van mij. En ik wil daar ook nog een verhaaltje vertellen van mijn neefje van het Notenplein. Want een doekje is die van mij. Dat was zo'n, of tenminste een gerucht. Iemand kwam naar me toe, weet je. En die zei zo van, ja, hij bespot jullie, weet je. Northside Crips, NSC was dat. Dat tagden we ook overal met spuitbussen en zo. En toen zei die Nederlandse sloebercrips, weet je. Dus ik ging hem daarmee confronteren, ja toch. Want ja, we konden dat niet over ons heen laten lopen. En ja, dat is niet waar, dit en dat. Dus ik draai me zo om en ik geef hem een punch, weet je. Zo'n zakkenpunch. Maar ja, gewoon op zijn neus zo. En hij flikkert op de grond. En je ziet echt zo'n plas bloed komen. Maar echt groot, weet je. Zo van kleine, echt gewoon groot. Dus ik had zoiets van, fuck gek. Weet je. En iemand gaf mij mijn tas. En hij zei, ga weg van school. Weet je, dit en dat, bla bla bla. En toen besefte ik wel van, ja, dit is wel gevaarlijk, weet je. Ja, wat je dan zeg maar kan neerzetten daar zo. En volgende dag kwam ik op school. En toen kwam die directeur me ophalen. En moest hij met hem mee naar zijn kantoortje. En toen zei hij van, ja, wat is er allemaal gebeurd? Kwam die ook en zo, die gozer. En toen zei ik van, nou. Toen moest ik, ja, ik was echt goed in dingen verzinnen zo, weet je. En toen zei ik van dat hij had gezegd dat ja, dat hij iets over mijn moeder zei of zo en dat hij de Hitler goed deed. Toen draaide ik het eigenlijk om, weet je.
En ja, ik weet niet meer wat er toen allemaal was gebeurd, man. Toen moest ik sorry zeggen voor, maar zo weet ik veel. Maar in ieder geval, ja, dus dat. En dan zeg ik dat andere in het volgende film. Want ik ben dan weer 10 minuten aan het lullen en dat andere is aan het laden. Dus ik heb data nodig, dat weten jullie onderhand. Dus we gaan naar het volgende filmpje. Klik maar.